Willem, mijn lieve man. Mestdag. Ja? Je moet even pauze houden, hoor. Je bent al vanaf 6 uur vanochtend bezig. Kom zo. Ik weet het, je hebt nu het goede licht. Maar je moet wel komen ontbijten, hoor. Dat is belangrijk. Ja, ja. Ach, het wordt wel mooi, hè? Ons panorama van het Scheveningse strand. We waren zo blij met die opdracht uit Brussel. Ja, het was niet altijd zo, hoor. Hendrik Willem is niet altijd zo gelukkig geweest. Vroeger werkte hij bij de bank. Daar heb ik hem leren kennen. En hij wilde veel liever schilder worden. Sjaan? Sjaan? Ja? Speel jij even voor Mestdag Junior? Is onze geluidsjongen, die kan zo aardig zingen. Weet je wel? Ja, Mestdag Junior. Die werkte bij de bank en hij wilde veel liever schilder worden. Daar heb je dat liedje over geleerd, weet je dus, nog? Dus ik speel voor de jonge Mestdag. Ja, en die werkte dus bij de bank en hij wilde schilder worden. Ja, doe maar. Gedaan. Werk, werk, werk. Uur na uur, echt heel zuur. Dag na dag, aanslag. Frustraties en irritaties, en die wil ik niet meer. Natuurlijk, ik weet het. Ik moet ergens geld mee verdienen. Maar ik kan echt best wel goed schilderen. Waarom zou ik dat niet proberen? De zee, de golven, de meeuwen, die wolken, die lucht, dat strand. Dit kan men toch niet verlangen, zo tegen mij. Dit kan men mij toch niet aandoen, zo wil ik niet maar doorgaan. Mijn gevoel zegt wees oprecht. Als je kan, luister niet naar wat men vindt, doe wat je voelt. Wees niet blind, zoek je doel. Wees een fan, mijn talent. Waarom doe ik niet wat ik wil? Waarom die wereld van verschil? Mijn gevoel zegt mij dus, ik wil niet meer bij die bank. Frustraties, irritaties, die wil ik niet meer. Verven is wat ik echt wil, met olie, verf en kwast. Op een dag maak ik verschil, mijn besluit staat nu echt vast. Schilder Mestdag, die dag die lacht mij toe. Zo werkte mijn Mestdag jaren bij de bank. Terwijl hij veel liever schilder wilde worden. Tot op een dag. Bij de bank werkt een Bink. Oh, ik vind hem zo leuk. Mooi.
blijf ik hier dan staan te wachten op die mooie man, wees van zeggen. Mooie man, mooie man, kijk dan toch, wat een man, hard aan het werken, zou hij merken dat ik naar hem kijk. Ja, hij ziet voor een man zoals hij staan alle meisjes al lang in de rij. Toch ziet hij er maar één en die ene ben ik. Mooie man, wees van Ja hoor, het moest een keer gebeuren. Mestdag werd verliefd op mij. Ik was dat jonge Sientje dus. En ik werd ook zo verliefd op Mestdag. En wat doen verliefde mensen als alles goed gaat? Dan gaan ze trouwen. Het werd een bruiloft van 2 dagen. Thank you.
begon ons huiselijk geluk. We hadden het er druk mee. Als eerste moest ik natuurlijk het hele huis opnieuw helpen inrichten, want dat leek nergens naar bij mestdag. En al snel kwam er ook een zoontje, Klaasje. Waren onze jaren van huiselijk geluk. Maar toen Klaasje 8 jaar was, werd hij ziek. En de dokters waren 120 jaar geleden nog niet zo knap als nu. Dus toen ging ons Klaasje dood. Slaap, kindje,
blijf je echt bij mij. Er komt ooit een dag dat ik je weer zien mag. Slaap, laat je slaap, de hemel is dichtbij. Waar is mijn Klaasje nou? Waar is mijn kindje nou heen gegaan? Oh nee. Na 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 oh. Waarom mijn Klaasje nou? Is het echt? Waarom mijn kindje nou? Nee, hij is toch veel te gegaan. Slaap Klaasje slaap. Het is voor jou voorbij. Slaap, kindje, slaap. Toch blijf je echt bij mij. Er komt ooit een dag dat ik je weer zien mag. Slaap, Klaasje, slaap. De hemel is dichtbij. Waren we verdrietig, Mestig en ik. Maar er was niets aan te doen. En hij was altijd zo vrolijk, ons Klaasje. Altijd rennen door het huis, grapjes maken, spelletjes doen. En we hebben ook zoveel samen geschilderd en getekend. De katten van hierachter, de bloemen in de tuin, de konijntjes van de buren en onze hond Nero. Ja, ik zou ook meer gaan schilderen voor Klaasje. Hij zou het zien. Nu ga ik verder, nu gaan we weer door. Ik ga meer schilderen, dat neem ik me echt voor. Was jong, mijn kleine bengel. Je bent nu een engel, mijn Klaasje, mijn zoon. Ja, we waren echt verdrietig, Mestig en ik. Maar er was niets aan te doen. En hij blijft altijd een zonnestraaltje in ons hart, ons Klaasje. Een sterretje aan de hemel. Voor jou gaan we schilderen. Het strand, de zee, die grote dikke vissersboten, de bomschuiten. Die vond hij ook altijd zo mooi. Voor jou gaan we schilderen. Ga ik verder, nu gaan we weer door. Klaasje, een ster aan de hemel, daar is het voor. Hij was. Je bent nu een engel. Voor jou gaan we door. Als eerste begon ik de dieren te tekenen waar Klaasje zo gek op was.
heette Nero, omdat hij helemaal zwart was. Met een klein blond wefje. Zelf het schilderen. Ook Mesdag ging steeds meer schilderen. Elk vrij uurtje dat hij niet bij de bank hoefde te werken, was hij ook aan het schilderen. Zo verwerkte hij zijn verdriet. Maar Mesdag schilderde meer de boten op het strand. De bomschuiten, dat was zijn specialiteit. Mesdag werd steeds ouder en ik ook. Maar we bleven schilderen en gingen vaak samen naar een strand. Mesdag bleef ook de zee schilderen, die elke dag anders is. Nu is wild, dan weer rustig. Groen, grijs, blauw. Elke dag een andere kleur. Honderden schilderijen heeft hij gemaakt van de zee en de bomschuiten. Soms dacht ik wel eens dat hij verliefd was op de zee. Mesdag, Mesdag, je weet, mijn vader is overleden. Ja. Hij was ook wel heel oud, maar nu... Nu hebben we een berg geld gekregen. Een erfenis. Oh, Mesdag, jij hoeft niet meer bij de bank te werken. Maar dat is fantastisch. Je kunt nu elke minuut van de dag schilderen als je wil. Heerlijk. Mesdag, laten we naar Brussel verhuizen. Laten we in de leer gaan bij de schilder Roelofs. Wie? Roelofs, dan kunnen we onze schilderkunst nog meer verbeteren. Ja, ja. Ja, kom, we gaan. Ja. Fantastisch. Oh, heerlijk. Naar Brussel. Kom, we gaan. Dus we verhuisden naar Brussel en namen daar heel veel schilderlessen. Eindelijk gingen we ons hart achterna. Mesdag, nou moet je toch eens horen. Mesdag, waar zit je nou? Mesdag?
Zit hij in de zaal? Mesdag! Ha, ha, Mesdag! Wij hebben Parijs gewonnen! Ha, ik bedoel natuurlijk, we hebben een prijs gewonnen in Parijs. Fantastisch. Oh, Mesdag, ze zien nu eindelijk wat een geweldige schilder je bent. Fantastisch. Dit schilderij won mijn Mesdag dus de eerste prijs in Parijs. Branding in de Noordzee, met die golven en die lichtval. Prachtig vond iedereen dat. Zo begon ons echte schildersleven. We verhuisden naar Den Haag, want Mesdag wilde natuurlijk zo dicht mogelijk bij de zee wonen. Toen verhuisden we naar de Laan van Meerdervoort hierachter. Weet je nog, Sintje, dan kon hij elke dag over de Scheveningse weg naar Scheveningen lopen. Oh ja, ja. Dan liep hij helemaal over de Scheveningse weg naar Scheveningen, ook in de winter. Ja, en soms namen we ook wel de tram, hè? Uh-huh. Dat was ver lopen hoor, over de Scheveningse weg. Oh, en dan kwamen we aan in Scheveningen dorp, weet je nog, zien. Dan liepen we helemaal door de heen en dronken we ook nog een kopje koffie voor we gingen schilderen. Nou, dat deden we echt niet dagelijks dat hoor, dat is zonde van de centen. We kwamen daar toch vooral om te schilderen. Oh, en Scheveningse vrouwtjes die staren over de zee. En die kinderen in een wollen badpak. Oh, wat zal dat toch kriebelen, hè? En een jolijt dat ze hadden, elkaar begraven in het zand. Oh, Nero, Sien, weet je nog, die ging altijd mee. Is dat niet Vicky? Nee, Sien. Of Bassie? Sien, dat is Nero. Ja, we hebben er zoveel gehad. Sien, dat zie je toch? Ach, doe niet zo vies. Ja, ach, ja, Nero, je hebt je gelijk. Je wordt misschien een dagje ouder, maar dat weet je toch nog wel. Kijk, kinderen, pootje baaien in hun goede goed. Ja, de hele dag pootje baden. Zwemmen deden ze nog nauwelijks. Een lol dat ze hadden. Ja. Maar we kwamen toch vooral voor de zee, om de zee te schilderen, beste. Oh, de zee is ook zo mooi, hè? Steeds met een ander licht, dan weer rustig, dan weer stormachtig. De golven. Oh, de zee. Zo mooi. En als je dan achter je keek, dan zag je die statige huizen. En dat hotelletje waar we vaak logeerden. Ja, oh, en de kinderen die in een karretje over de boulevard werden getrokken door een struisvogel. Dat ging ezelskarretjes? Nee, Sien, dat is een struisvogel, dat zie je toch wel. Ja, ja. En dames altijd met een parasol, hè? Want bruin worden, dat was niet netjes. Nee, dat hoorde niet voor een dame. Ja. Maar meestal kwam toch altijd wel het liefste voor de bomschuiten op het strand. Ja, want het strand lag vaak bomvol bomschuiten. Want toen was er nog geen haven, 130 jaar geleden. Nee. Bom vol bomschuiten, die vissersboten. Koerhuis. Sien, weet je nog, daar hebben we toen een keer zo'n kuur gedaan. Dat kan ik me niet herinneren. Oh, met dat zoute water waar je zo in dobberde. Nee, Sien. Oh, wat word je toch oud? Vertel jij nog maar wat over Mesdag? Dat herinner je je misschien nog wel. Ja, de bomschuiten dus, hè? De vissersboten, hè? Zo aardig. Ook in de sneeuw lagen ze op het strand. Elke keer een ander plaatje. En de vissers die met hun manden naar de bomschuit toe waden. Manden voor de vis natuurlijk. En 's avonds als ze terugkwamen in het donker best wel een beetje gevaarlijk hoor. En dan alle manden weer uitladen. Met kabeljauw, haring, schol. En die storm van 1894. Toen zijn heel wat bomschuiten kapotgeslagen. Ja, het begint weer te stormen. Ja hoor, we kregen weer storing. Pak vast. Elke keer als het stormt, valt elektriciteit uit. Pak vast. Alle bomschuiten zijn toen kapot.
kapot geslagen op het strand van Scheveningen. Het was verschrikkelijk. Hou vast die touwen. Windkracht 10, 11 hebben ze gemeten. Alle boten zijn kapot. En daarna hebben ze eindelijk een haven gegraven. Dat werd tijd. Ja, we hebben weer wild. Gelukkig. Waar was ik gebleven? De bomschuiten dus. Die lagen op het strand, die werden door paarden op het strand getrokken. Niet door van die kleine paardjes, maar van die grote dikke knollen. Ja, weet u nog, visser. Ja, maar vandaag zijn de paarden ziek. Dus we zijn op zoek naar assistentie. Om te helpen om de bomschuiten de zee in te trekken. Oh, er zit hier genoeg paardenkracht in de zaal, hoor. Oh, nou, kom maar even meedoen dan. En de anderen allemaal meezingen met het zeemanslied. Om in een sheet te verkrijgen. En dat refrein gaat zo. Douwe jongens, douwe met z'n allen, ja? Douwe jongens, douwe. En de tweede keer gaat hij zo. Douwe jongens, douwe en. Douwe jongens, douwe. Ja, dat gaat ook hoor. Ja, goed zo. Rood, de zon schijnt mat. Douwe jongens, douwe. De zee die wacht en is spiegelglad. Douwe jongens, douwe. De bomschuiten liggen op het strand. Douwe jongens, douwe. De paarden geven de helpende hand. Douwe jongens, douwe. De heer Mesdag schildert ons allemaal. Douwe jongens, douwe. Sintje ook, dat is zijn vrouw. Douwe jongens, douwe. De handen uit de mouwen, jawel. Douwe jongens, douwe. Allemaal aan de touwen nu snel. Douwe jongens, douwe. We vertrekken nu snel, wie gaat er mee? Douwe jongens, douwe. We varen uit een boelige zee. Douwe jongens, douwe. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Douwe jongens, douwe. De vis die wacht, het gebeurt nu gauw. Douwe jongens, douwe. Het zit ons weer mee, we vangen veel vis. Douwe jongens, douwe. Scheveningen is lang niet mis. Douwe jongens, douwe. De lucht kleurt rood, de zon schijnt mat. Douwe jongens, douwe. De zee die wacht en is spiegelglad. Douwe jongens, douwe. Douwe jongens, douwe. Zo hadden wij een heerlijk schildersleven hier in Den Haag. We leerden ook veel andere schilders kennen van de Haagse school, zo heette dat. Jozef Israëls, Anton Mauve, Blommers, De Bok, enfin, dat lees je allemaal wel in de lesbrief. En we kochten ook veel schilderijen van andere schilders. Ons hele huis hing vol. Daarom hebben we er ook een heel stuk aan vastgebouwd. Dat is die collectie Mesdag hierachter. En we kochten natuurlijk ook veel schilderijen van andere schilders. Bijvoorbeeld Antonio Mancini, een Italiaanse schilder. Hij was nog niet zo bekend. Kijk, daar woonde hij vlakbij Rome in een klein dorpje in Italië. En Antonio Mancini was heel blij dat we zoveel schilderijen van hem kochten. Kijk, dat is hem. Wel 800 schilderijen hebben we van hem gekocht. Die waren zo kleurrijk. Hij had geen geld om modellen in te huren. Nee, hij vroeg gewoon zijn buurmeisjes en zijn vrouw en zijn neefjes en zijn nichtje om de hele dag model te staan. Dat heeft hij mooi gedaan hoor. Hij hield vooral van vrouwen en kinderen. Ja, dat is typisch voor Italianen, hè? Die houden echt van vrouwen en kinderen. In hun mooiste goed moesten ze model staan. Ook in hun carnavalskleding. Ja, dat gaan we zo zien. Hoe ze model staan voor Mancini. En hier zien we Mancini aan het werk met zijn model. Alleraardigst, hè? Ik was dol op Mancini. Oh, voorzichtig, ze is breekbaar.
voor dat model staan. Urenlang. In dezelfde pose. Dit lijkt er wel op. Op een dag besloot Mancini om ons op te zoeken hier in Den Haag. Dat was een hele onderneming hoor, van Italië naar Nederland. Dat duurde wel 4 dagen. Met de trein, met paard en wagen en weer met de trein. Het was een reuze grote reis, maar hij wou graag kennis maken met ons. Toen kwam hij aan bij ons huis op de Laan van Meerdervoort. En hij zag ons grote huis en hij durfde niet aan te bellen. Hij dacht, daar wonen vast hele belangrijke, rijke mensen. Dus we hebben hem helemaal nooit ontmoet. Of heeft hij misschien toch wel aangeklopt? Nee, hij durft niet. Ja, toch wel? Nee, toch niet. Ja, toch wel? Nee. Hij heeft een brief geschreven. En daarin bedankte hij ons voor het kopen van al zijn schilderijen. En hij vroeg of we nog door zouden gaan met nog meer schilderijen kopen. Die schoof hij onder de deur door. Die hebben we moeten laten vertalen. Die was in het Italiaans. En toen ging hij weer terug naar Italië. Was 4 dagen onderweg. Met de trein, met paard en wagen. En weer met de trein. Een hele onderneming was dat in die tijd. Later is Antonio Mancini nog heel bekend geworden in Italië. Hij heeft zijn eigen museum gekregen. Ja, zo mooi. Antonio Mancini. Mestdag! 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 Mestdag, nou, waar zit je nou? Mestdag! Ja. Oh, mestdag! Moet je nou toch eens horen? Het is van die mensen uit Brussel! Ze hebben wel vaker van dit soort grote opdrachten. Hey. Ze willen dat je... Ze willen dat je een panorama schildert van het Scheveningse strand. Uit met die stok. Met de zon en de zee en de meeuwen en de golven en alles erop en eraan. Nou, wat zeg je ervan? Maar dat is toch voor het gewone volk? Ach, wel nee. Ja. Ik weet dat onze vrienden misschien wat meer kijken op zo'n spektakel. Zo'n... reusachtig schilderij. In een circustent. Maar als ze zien wat wij ervan maken, Mestdag, dan draaien ze wel weer bij. Maar dan moet je me wel helpen. Ah, natuurlijk. En we vragen nog een paar andere schilders om te helpen, dan is het zo klaar. Ja, zo klaar. Het is wel leuk. Het is zo'n reuze fijne opdracht, ja. Mestdag. Zullen we die vragen? Mestdag, ja. En die? Ja, kom maar mee, jullie. En Mestdag junior? Ja? Ja, kan je ook even helpen? Alsjeblieft. Tuurlijk, kom eraan. Kom. Ja, dat kan sneller, luie donder. En zo geschieden. We hebben wel 4 maanden gewerkt. Aan het panorama van het Scheveningse strand. Met Lommers, de Bok, Breitner, Sintje natuurlijk. Dichter bij de lucht. Het werd een prachtig schilderij. Je kan het nog steeds bewonderen hierachter. Het panorama, Mestdag. Kijk uit. Oh, iets hoger. Ja. En we leefden nog lang en gelukkig. Ja, iets hoger, nog hoger. Goed zo, muzikantjes. Kom maar meespelen. Nou, nu moet je gaan spelen, jongens. Kom dan. Opschieten. Zet hem op, jongens, en spelen maar. Sintje, Mestdag is mijn naam. En van houten naar achteraan. Schilderen met mijn man aan zee. Heel de wereld blijft er mee. Schilderde daar de bomschuit op het strand. En
alles wat de vissers vingen, altijd wat te zien daar aan de kant. Mm-hmm.